Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie tartifletti maken. Wat hebben we nodig? Dragonazijn, witte wijn, room, reblochon, spek, ui en aardappel. We beginnen met de aardappel. We hebben hier voorgeschelde aardappel. We nemen de mandoline en we gaan de aardappel in mooie fijne plakjes nemen. Nu gaan we de aardappeltjes mooi wassen. Dus we doen de aardappeltjes in een kom. De stoomoven, die hebben we al voorverwarmd op 100 graden. Nu gaan we de aardappeltjes er mooi in leggen met wat zout en peper. En die gaan we gedurende 15 minuutjes garen in de stoomoven. We gaan de bakpan mooi op het vuur zetten. Die gaan we lichtjes verwarmen met wat maïsolie. We nemen ons spek. Dat is een zoute spek, blokspek. Die gaan we mooi dikke plakjes snijden. En nu gaan we het spek in mooie reepjes snijden. Onze pan die is mooi warm. Nu gaan we ons spek mooi gaan aanbakken. Nu nemen we twee gepelde uitjes. Dan gaan we de uitjes ook mooi gaan versnipperen. De uitjes die mogen er ook bij. Voilà, onze uitjes en ons spek die zijn nu heel mooi aangebakken. Mooi goudbruin. Nu gaan we dat lichtjes gaan bevochtigen met dragonazijn. Dragonazijn is ook iets dat we al gemaakt hebben in de vorige uitzending. Dat gaan we lichtjes laten reduceren, laten glaceren. Die gaan we bevochtigen met een beetje wit wijn. En dan laten we nog 5 minuutjes zachtjes koken. Nu nemen we de reblochon kaas. Je moet maken dat die mooi zacht is. Dus door er eigenlijk op te duwen, dat die mooi elastisch is, is die eigenlijk mooi rijp. Nu gaan we hem mooi met een doorsnijden. Dus je snijdt de korsten eraf en je volgt eigenlijk de vorm van de kaas. Nu zetten we de kaas zo. En nu gaan we mooi de bovenkant eraf snijden. En je ziet, we hebben bijna niets van afval. Nu nemen we een ovenschotel. Onze aardappeltjes die zijn ook half gaar. Nu gaan we eigenlijk onderaan onze schotel een laagje met aardappeltjes leggen. Daarop doen we ons spek. Snijden we een plakje reblochon kaas. Voegen we nog een klein beetje witte wijn aan toe. Klein beetje room, peper en nu herhalen we dat terug. Dus terug een laagje patatjes, terug wat spek erbovenop, de reblochon erop, peper en zout. De oven die hebben we voorverwarmd op 220 graden en nu gaan we de tartifletti in de oven steken gedurende 30 minuutjes. Ziezo, tartifletti is die super lekker is in de winter. First class, zeker lekker. Tot de volgende keer en smakelijk.